De 12e man. Ja, Nederland ligt eruit. Uit het EK dus. Gisteravond blameerde het zich tegen Tsjechië. Na een rode kaart voor Matthijs de Ligt en 2 doelpunten voor de Tsjechen was er geen redden meer aan. De Almeerse voetballer Paul Kwaste, voorheen van Almere City FC en afgelopen seizoen bij RKC Waalwijk, heeft een Tsjechische moeder. Hij speelde zelfs jeugdinterlands voor Tsjechië. En voor hem was het dus misschien wel een hele bijzondere wedstrijd gisteravond. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, met dat soort gevoel zit jij nu hier tegenover ons? Mijn voorkeur werd al eerder gevraagd. En toen heb ik ook al aangegeven dat mijn lichte voorkeur toch voor Tsjechië was. Dus uiteindelijk een beetje dubbel gevoel, maar op zich wel blij met de Tsjechen. Ja, en durf je daar nu ook gewoon voor uit te komen? Want het lijkt me ook wel eng, de dag na zo'n wedstrijd. Ja, ik weet het. Ik zat vrijdag bij Studio Europa en toen sprak ik mijn voorkeur ook al uit. En ik had al aangegeven waar de liefde voor het Tsjechische voetbal vandaan kwam. Die kwam namelijk uit de tijd dat Nedved, Poborský, Koller, Milan Baroš, Rosický, noem ze allemaal maar op. Die lichting, ja, dat was natuurlijk de gouden lichting voor Tsjechië. Dus daar is mijn liefde voor het Tsjechische voetbal ontstaan. Ja, maar nou noem je namen. Goed, ja. Ja, nu noem je namen, Paul. Maar als je nu naar het Tsjechische team kijkt, is er maar eigenlijk één iemand die gewoon bij een naam wordt genoemd door gewoon de rest van de wereld. Maar de rest is eigenlijk een beetje anoniem. Ja, ik denk wel ook. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de Nederlanders die de Tsjechische voetballers niet heel goed kennen. Ook omdat ze niet bij de topclubs spelen zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Maar een aantal kende ik wel. En bijvoorbeeld Suček op het middenveld en Tsoval die bij West Ham United spelen. Hebben ze wel een aantal redelijk bekende spelers. Maar in de ogen van de Nederlanders natuurlijk wat minder bekend. Wat vond je van de wedstrijd? Was het wat jij al had verwacht? Ik had verwacht dat de Tsjechen wat in zouden zakken. En wat meer op de counter zullen spelen. Om de opkomende Dumfries en opkomende Arnold, om daar achter hun eigenlijk die ruimte te bespelen in de omschakeling. Dat hebben ze proberen te doen. En ik denk, het begon een beetje rommelig, ook van de Nederlandse kant. De wedstrijd zat echt wel op slot, kon je wel duidelijk zien. De Tsjechen die moeten voornamelijk natuurlijk van hun mentaliteit hebben. Ze leveren echt heel veel energie en daarmee hebben ze wel het aanvallende voetbal van het Nederlands elftal hebben ze daarmee wel platgelegd. Mm. En hebben ze zo Frenkie de Jong, Wijnaldum, De Paai helemaal uit de wedstrijd gespeeld, denk ik. Ja, dus ik las zelfs dat ze eigenlijk Daley Blind hadden afgesloten voor iedereen. En dat daardoor dus mis is gegaan. Hoe bedoel je? Dat ze zo kort op hem hebben gespeeld dat hij geen één pas meer goed kon maken naar Frenkie de Jong. Want daarvan uit dat stond in de Volkskrant. Dat daar elke keer eigenlijk de opbouw vandaan kwam van die Daley Blind. Maar dat de Tsjechen dat heel slim hebben uitgeschakeld, die manier van spelen. Ik denk Daley Blind, voetballend gezien, is hij achterin de beste bij het Nederlands elftal. En je zag inderdaad wel dat de manier van druk zetten van de Tsjechen, dat hij eigenlijk heel weinig afspeelmogelijkheden had. En zodra hij de bal inspeelde op het middenveld, zaten zij er kort bovenop. En kwamen de Tsjechen eigenlijk in balbezit om zo weer tot aanvallen te komen. De tweede helft, ik denk dat de eerste helft gelijk opging. De tweede helft kon Tsjechië nog steeds die energie leveren. En er gebeurde dan natuurlijk dat moment eerst met Malen. Mm-hmm. Ik weet niet of daar voorafgaand nog een overtreding gebeurde. Dat wilde ik nog goed terugkijken, maar dat kwam niet echt goed in beeld. En dan meteen in één minuut komt die bal bij de Ligt die met zijn hand aantikt. Ik denk een terechte rode kaart. Toen sloeg de wedstrijd natuurlijk helemaal om in het voordeel van Tsjechië. Ja, maar die Tsjechen deden dat wel slim. Want die bleven maar vragen om de VAR, hè, in die situatie van de Ligt. Want eigenlijk die scheidsrechter liet dat nog wel doorgaan en zo. Maar het is dat ze bleven praten. Ja, klopt. Ik zei eigenlijk meteen, toen ik het zag, schreeuwde ik meteen rode kaart, eerlijk gezegd. Maar goed, moet ik niet te hard zeggen natuurlijk. Maar ik vreesde wel dat het een rode kaart zou worden. En inderdaad, de VAR had ook besloten van dit is een rode kaart. En het werd natuurlijk ook een rode kaart.
En ik denk dat vanuit daar hebben de Tsjechen het gewoon goed opgepakt met de man meer. Mm-hmm. Bleven ze redelijk, werden ze niet nerveus en speelden ze het uiteindelijk goed uit. Ja, een kopgoal natuurlijk. En al met al denk ik dat het voor de Tsjechen een hele leuke wedstrijd was. Ja. En dat ze het gewoon heel goed hebben gedaan op de Tsjechische wijze. Ja, hoe ver komen ze? Want de volgende tegenstander is Denemarken. Goede vraag. Ik vind het moeilijk in te schatten. Ik had op het begin helemaal, de eerste wedstrijd had ik helemaal geen hoge pet op eigenlijk van de Tsjechen. Maar ik moet zeggen, ze zijn echt in het toernooi gegroeid. Ze hebben veel zelfvertrouwen gekregen. Dus wat dat betreft denk ik zeker op die rechterkant, daar met Zoval, komen ze aardig tot aanvallen. Alleen moet ik wel zeggen dat ze centraal achterin zeer kwetsbaar zijn. Hè. Dat zagen we dus ook met die kans van Malen. Ze hebben gewoon twee vrij langzame centrale verdedigers. Maar goed, ze werken als een team en ze staan echt verdedigend als een blok. Dus ik denk een hele stugge tegenstander. En ik denk dat ze ook wel gewoon een goede kans maken tegen de Denen. Mm-hmm. En volgens mij treffen ze daarna, als het goed is, een beetje de Duitsers. Hè? Dan komt het moeilijkere gedeelte van het schema. Hey, hebben ze in Tsjechië eigenlijk ook zoiets als, zoals wij allemaal van die EK-liedjes en dat soort dingen? Ja hoor, zeker wel. Ja? Wat is een populaire? Weet je dat? Ja, zeker. Ja? Oh, dan je hoeft niet te zingen, hoor. Zeker eentje gaan zingen. Nee. Maar wat is dat dan voor muziek? Nee, een beetje zoals het Nederlands, alleen dan gewoon in het Tsjechisch. Ja, oké. Het doet nog te veel pijn aan mijn hart om te zeggen, ik hoop dat Tsjechië ver komt. Want ze hebben toch Nederland uitgeschakeld. Ga je naar de finale? Mochten ze in de finale komen, zou je dan achter het kaartjes aangaan, vroeg ik me nog af. Waar is die finale ook weer? Op Wembley. Op Wembley? Mijn vriendin die is op dit moment, die zou eigenlijk gisteren moeten zijn bevallen. Oh. Die is uitgerekend gisteren. Dus dat wordt niks. Dus het kan elk moment gebeuren dat we een dochtertje krijgen. Dus ik ben bang dat er voor mij niet in zit. Anders had ik echt heel graag willen gaan, ja. Ja, nou goed. Nou, we wensen je het allerbeste en veel geluk voor je vriendin. Dat het maar snel mag komen, want volgens mij als je op alle dagen loopt is het geen pretje. Paul Kwasten, heel erg bedankt. En toch een beetje succes dan voor de Tsjechen. Ja, dankjewel. Jullie fijne uitzending. Dankjewel. Doei.